Als op de vooravond van een eeuwfeest Anton Philips alsnog in het licht wordt gezet, lijkt hij met Eindhoven te wachten op het slechte nieuws dat zijn bedrijf is aangezegd. 1991 had voor Philips een feestjaar moeten worden. Maar het 100-jarige bestaan van het concern wordt volgend jaar overschaduwd door massale ontslagen. En het beraad waarover ik sprak heeft tot de overeenstemming geleid dat wij tussen nu en eind december van het volgend jaar een vermindering van ons aantal werknemers wereldwijd zullen bewerkstelligen. Voor een aantal wat ligt tussen de 35.000 en 45.000 man. Massa-ontslag bij Philips. De klap komt hard aan. Vooral bij de vele duizenden werknemers in Eindhoven die plotseling een onzekere toekomst tegemoet gaan. We hebben het in de OR, dus voordat het echt bekend werd, hebben we het tegen ons verteld. En iedereen is heel toneel geslagen natuurlijk. Hè? Dat het niet goed ging met Philips was al jaren bekend. Zware concurrentie en te lage winstmarges doen het bedrijf naar adem snakken. Vele reorganisaties zorgden voor minder werk. Maar dat nu ook het mes moet worden gezet in kernactiviteiten als onderzoek, licht en de sterk verliesgevende computer- en chipsector maakt diepe indruk. Een investering van 600 miljoen wordt in één klap afgeschreven. De punten en de komma's zijn nu ingevuld en dat betekent dat de proeffabriek, zoals aangekondigd in de NRC, die gesloten zou worden, ook echt gesloten wordt met man en muis. Bent u bang uw baan te verliezen? Zijn we toch allemaal bang? Ja? Ja, niet dan. Philips was een bedrijf wat toch jaren goed voor de mensen zorgde. Gooi ze nu ineens op straat en er is een enorme verbittering. Er is eigenlijk een ik vergelijk het wel eens met rouw. Mensen moeten plotseling afscheid nemen van iets wat ze heel dierbaar is. En daar weten ze voorlopig geen raad meer. Philips was jarenlang veel meer dan een werkgever voor tienduizenden Eindhovenaren. Philips maakte hun stad, bouwde de woningen en zorgde voor bijna alles in het leven. Er waren Philips winkels, Philips scholen. Ja, er was een medische kliniek van Philips, een gezondheidscentrum. En er was ook Philips politie die zich met de straten bemoeide, want de straten waren ook van Philips. De gemeente had weinig in melk te brokken wat betreft de expansie van Philips. Die liet een beetje hun gang gaan. Ja, als je verantwoordelijk voelde voor het bedrijf, dan voelde hij ook vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de mensen. Die houding bracht allerlei voorzieningen en een verbondenheid van mensen met hun bedrijf waarop het moeilijk was kritiek uit te oefenen. Zelfs toen die voorzieningen verdwenen of in andere handen overgingen. Nieuwe namen verschenen toen Philips bepaalde taken begon af te stoten. Niemand meer 10 miljoen. In hoog tempo brengt het bedrijf nu de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van dit soort voorzieningen op de speelhelft van particulieren of de overheid. Want er moet in de eerste plaats zakelijk worden gescoord. Bij het Brits-Nederlandse autoconcern DAF gaan de zaken minder voorspoedig dan voorheen. En de directie verwacht dit jaar een aanzienlijk verlies. Ook de tweede Eindhovense multinational heeft het tijdelijk moeilijk. Vooral door een omslag op de Britse markt, waardoor grote afzetproblemen ontstaan voor vrachtwagens met een recht stuur. Van gedwongen ontslagen is nog geen sprake, maar de productie wordt ingekrompen en dat betekent minder werk en af en toe de fabriek wat langer dicht. Ondanks het slechte nieuws weet Eindhoven tempo te houden. De economische bloei van de laatste jaren maakte de regio immers minder afhankelijk van Philips en DAF. Vooral in de dienstverlenende sector kwamen er duizenden banen bij. Het succes van het bedrijventerrein Welschap bracht nieuwe welvaart. De eerste klap zal daarom voor een deel worden opgevangen door jonge bedrijven die voortbouwen op technologische kennis van het elektronica-concern en soms sneller met een winstgevend product komen. Er is in 1990 nog volop vertrouwen in de toekomst. Ook bij de man die met harde hand de company weer gezond moet maken. Hoe moeilijk dit ook is, ik er vast van overtuigd ben dat Philips
uit deze pijnlijke operatie sterker tevoorschijn zal komen. Ook buiten de Philips-leiding vangen hoge bomen veel wind in 1990. En het lijkt een teken aan de wand als in januari door orkaankracht een aantal populieren wordt geveld in de buurt van het natuurkundig laboratorium. Mensenhanden slopen wat geen storm kapot heeft kunnen krijgen. De monumentale rode beuk bij Ravensdonk moet wegens ziekte worden gekapt. De 150-jarige leidt aan zwamvorming, maar als hij eenmaal ligt is er van zwammen weinig te zien. Zo komt er in elk geval ruimte vrij voor het opgraven van een ander monument. Onder de handen van vrijwilligers verschijnen de fundamenten van kasteel Eindhoven. Kort na 1400 gebouwd voor de heer van Eindhoven en na een bewogen geschiedenis van verwoesting en herbouw rond 1700 definitief gesloopt. Na meer dan 10.000 archeologische vondsten en het in kaart brengen van de dikke muurresten gaat het zand er weer over. Oudheden worden in Eindhoven niet alleen onder de grond gevonden. Bij de sloop van panden aan de markt komt een bijzondere kapconstructie uit de 17e eeuw tevoorschijn en resten van de oude dakbedekking. De panden ernaast blijken onder hun onopvallend uiterlijk nog meer historie te bevatten. Ze stammen uit de 16e eeuw en worden bouwkundig onderzocht en beschreven. Er worden zelfs resten van de oude vakwerkconstructie aangetroffen. De sloop is door de vondsten vertraagd, maar niet te vermijden. Het verleden zal alleen nog zichtbaar blijven als een behouden kapconstructie ter versiering wordt opgenomen in de heuvelgalerie die aan deze plek een heel ander aanzien moet geven. ...1990 zit vol historische verrassingen. De eigenaar dacht aan het Stratums eind een shawarmazaak te openen, maar vond achter het behang een 19e-eeuwse concertzaal. De akoestiek is nog prima, maar de vraag is wie de restauratie wil betalen. Kostbaar zijn ook de gevolgen van een enorme brand die op 8 april aan het Eindhovense kanaal doet. Een groot houtopslagbedrijf gaat op in vuur en vlam. De deurenfabriek Picus wordt ernstig bedreigd en zelfs vreest men voor woningen aan de Tongelse straat. Op het hoogtepunt bestrijden ruim 200 brandweerlieden een vuurzee van zo'n 10 hectare groot. De grootste brand die Eindhoven in jaren heeft gezien. Een felle wind wakkert het vuur nog aan en de vonkenregen bereikt zelfs de overkant van het kanaal, waar op verschillende plaatsen kleine brandjes ontstaan. Daar blijft de schade tot een vernielde serre beperkt. Pas de volgende ochtend is de ravage goed te overzien. Vooral de eigenaren van tientallen caravans en reisbusjes in de uitgebrande winterstalling blijken gedupeerd omdat ze nauwelijks verzekerd zijn. De totale schade loopt tegen de 15 miljoen. De oorzaak is brandstichting.